meer slapen. Ja, wat gebeurt er toch eigenlijk binnen die geheimzinnige, maar wereldberoemde Scientology-kerk? Ooit opgericht in de jaren 50 door Ron Hubbard. Wat geloven de aanhangers van deze door de Verenigde Staten erkende godsdienst? Hoe werkt dat systeem? Decennia lang werd er voornamelijk over gezwegen door leden, door ex-leden. Af en toe kwamen er wel wat dingen naar buiten, maar toch niet veel. En ook wel verhalen over misbruik, over dwang, psychologische dwang. En altijd weer ontkend en bestreden door Scientology. Toch is er weinig zo onthutsend als de documentaire Going Clear van regisseur Alex Gibney. Dinsdag wordt hij uitgezonden door de VPRO. Karen Spijnk is een van Nederlands meest kritische volgers van de beweging. En die spreekt over de documentaire met Floortje Smit. Well, thank you very much, and welcome to our whole new world. It's a world where the operative phrase reads, exceeding all expectations, transcending all parameters, extending the boundaries beyond any boundary, not to mention Godspeed, lightning speed and a quantum leap in sheer rapidity of progress up the bridge. Hoe gaan we Scientology eigenlijk noemen? Gaan we dat een kerk noemen, een beweging of een secte? Een secte. Ja, gewoon een secte. We're out to make every life extraordinary. Scientology is wereldberoemd. U weet misschien dat John Travolta lid is. Probably my favorite concept of Scientology is a world without criminality. A world without war and a world without insanity. En acteur Tom Cruise natuurlijk. Het meest prominente lid van de kerk / secte. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it. Because you know you're the only one that can really help. Maar wat gebeurt er nou precies achter de schermen bij Scientology? Leden en ex-leden houden hun mond stijf dicht. Tot nu. Documentairemaker Alex Gibney maakte de spraakmakende documentaire Going Clear. Wat ik daar echt heel knap in vind, is dat het de veranderingen intern in de organisatie heel goed laat zien aan de hand van de verhalen van mensen die zijn weggegaan. En ze hebben een behoorlijk brede selectie van ex-leden de revue laten passeren. Dus je hoort mensen die vertellen echt over hoe het 30 jaar geleden was. En mensen die vertellen over hoe het 5 jaar geleden was. Dus je krijgt een heel breed scala aan ervaringen. En natuurlijk wel van mensen die zijn weggegaan. Dat kleurt de boel altijd een beetje. Tegelijkertijd, het zijn niet de mensen. Het hoofd PR, het hoofd van de inlichtingendienst, kan je nagaan. Een organisatie die zichzelf een kerk noemt, die een eigen inlichtingendienst heeft. En die weten echt idioot veel. Sterker nog, zij zijn degene geweest die vroeger al dat soort verhalen moesten ontkennen. Die nu zeggen, ja, nee, wij hebben dus ook gelogen tot van ons wogen. En het was wel waar wat al die mensen zeiden. Het is wel waar wat de ex-leden zeggen. En het is wel waar wat de critici zeggen. Dus in die zin krijg je een heel all-round beeld. We will begin the session now. You will remain aware of everything that goes on. Okay. En dat beeld is verbijsterend. In Gibney's documentaire is Scientology een beweging die zijn leden financieel uitkleedt, fysiek mishandelt en geestelijk in een houtgrip houdt. Ze ontfrutselen je bijvoorbeeld je diepste geheimen, om die later dan weer tegen je te gebruiken. Do you have a secret you're afraid I will find out? Yes. Yes. Go to the beginning of that incident. Okay, all right. Tell me about it. Alles wordt genoteerd, werkelijk alles. En duw maand dat iemand uit het gereel dreigt te stappen, wordt dat gebruikt. Er zijn zoveel verhalen van. De verhalen uit die zogeheten PC-folders worden gebruikt om mensen vervolgens te chanteren. Er is al heel erg lang een verhaal dat Travolta een homoseksuele verhouding heeft gehad en dat hij dat heeft verteld. En dat de klauw is die Scientology in hem heeft. Dat hij is zo bang om als homoseksueel te worden gekenmerkt. En ondertussen is het klimaat wel een beetje veranderd. Maar dan heeft hij nu te maken met het schaamte dat hij al die tijd al zo raar over. Die man die zit vast. Karin Spijnk kent veel van die verhalen. Ze volgt Scientology al sinds 1995. Toen zette ze een aantal documenten online als protest nadat de groep een andere internetgebruiker daarvoor had aangeklaagd. Het enige wat ik van Scientology wist, dat waren van die jongens en meisjes in de Kalfstraat met een persoonlijkheidstest stonden. En dat Hubbard slechte science fiction schreef, meer wist ik niet. Ze werd aangeklaagd. En toen ging ze zich verdiepen in Scientology. Holy shit, wat een wespennest. Maar Going Clear legde ook voor haar nog nieuwe dingen bloot.
Er zijn altijd van die verhalen bij Scientology geweest dat op een gegeven moment mensen weg waren. En dan was Scientology gaf er geen commentaar op. Dat is met meer mensen gebeurd, onder andere ook met Heber Jensch, die het hoofd was van de club die over de religieuze teksten gaat. En wat blijkt nu? Jensch die heeft 7 jaar gevangen gezeten. In, zoals ze dat noemden, de hole. Een soort van, ja, ergens een basis van Scientology, half zo in de woestijn, waar ze een aantal containers aan elkaar hebben gelast met serieus tralies voor de ramen, bewapende mensen buiten. En ze konden er niet uit. Jensch heeft daar 7 jaar gezeten. Ze sluiten dus mensen echt op. En het erge is, er vertellen een aantal van die mensen, onder andere Mike Rinder, die buitengewoon hoog is geweest, die heeft daar ook gezeten. En die zegt, ja, als de FBI was binnengekomen en die had gezegd, jullie zijn bevrijd, dan hadden wij gezegd, wat komen jullie hier doen? Wij doen dit uit vrije wil. Omdat we zo waren grootgebracht in die traditie. Zo hebben gedacht van, ja, maar we hebben dus zelf iets verkeerd gedaan. We hebben dit verdiend. They take enemies very seriously. This comes right out of Hubbard's own policies from the 60s. He's saying we never defend, we always attack. And they have followed it ever since. They call it fair game. And anybody who criticizes Scientology is fair game. Al deze verhalen uit de documentaire zijn complete onzin, zo stelt Scientology zelf. Ik las dat HBO 160 advocaten in dienst heeft genomen voor het begeleiden van deze documentaire die ze gingen uitzenden. Oh, 160 advocaten, het is toch onvoorstelbaar? Nee, ze hebben het wel gedaan. En het is behoorlijk scherpe, goed onderbouwde. Hij is sensationeel, maar hij is niet schreeuwerig. Sensationeel qua inhoud, maar hij is rustig, evenwichtig. Mensen komen goed uit de verf. Dus ik was echt diep onder de indruk. Waarom? Want Louis Theroux is nu ook bezig met een documentaire over Scientology. Waarom denk je dat is de tijd daar nu rijp voor? Nou, de tijd is al langer rijp. Internet is echt een doodklap geweest voor Scientology. En het was toen voor de eerste keer dat mensen, dat zowel critici van Scientology als mensen die te maken hadden met rechtszaken van Scientology met elkaar konden overleggen. Wat zeggen ze in jouw zaak? Hey, maar in mijn zaak zeggen ze heel iets anders. Oh, interessant. Zullen we dan die getuigenissen uitwisselen en dan bij elkaar? Weet je, daardoor konden we een aantal zaken winnen als critici en als ex-leden. Vervolgens kreeg de pers betere moed. Want de pers die is toch wel redelijk benauwd geweest voor Scientology. Elke negatieve publicatie kwam je op dreigementen te staan, demonstraties. En nu hadden die kranten iets van, hey, ja, hoor eens. En nu zie je dus dat de auteurs, dat is toch ook, het is ook allemaal werk van langere adem. Een boek over Scientology schrijf je niet in een half jaar. Ik weet van mensen die zijn heel veel critici wezen interviewen. En die zijn echt 4, 5 jaar bezig. Ook omdat ze inderdaad advocaten erop moeten zetten. Van hoe zit het en kunnen we dit waarmaken? Hoe gevaarlijk is dit? Dus het heeft nogal wat voeten in aarde. Dus het is niet dat ze zich nu veilig voelen. Nee, het is dat mensen al een tijd bezig zijn. En dat werk begint nu ondertussen vrij te komen. En nu dus inderdaad documentairemakers. De recensies voor Going Clear waren unaniem lovend. Dit gaat de beweging op zijn grondvesten doen schudden, aldus Variety. En dat ligt nog niet eens aan de verhalen zelf, denkt Karin Spank. Dat er zoveel rechtszaken zo zijn geweest en kranten, dan kan je nog steeds denken, ver van mijn bedshow. En ook, het is vaak zo gedetailleerd. Maar het is ook gewoon documentaire. Je ziet die mensen dus ineens. En je ziet dat het, ja, je ziet de pijn in hun ogen. En je ziet van sommige mensen dat het schatten zijn. En Hannah Whitfield, die nog bij Hubbard zelf op de boot heeft gezeten. Je ziet hoe in het begin een ontzettend enthousiast meisje. En dan zie je gaandeweg die foto's van haar. Dat er een soort van doodse blik in de ontstaat. En dan zegt ze nu, ja, ik was gewoon op het eind van mijn Latijn. Ik was depressief. En ik had de tijd niet om daarbij stil te staan. En ik was kapot aan het gaan. En als je iemand dat ziet vertellen en je ziet, weet je, dat gezicht zo eventjes stil, dat is zoveel overtuigender dan een stuk in de krant. Dat maakt echt uit. Het zijn echt mensen van vlees en bloed die zeggen, dit is vreselijk. Dit mag niet nog een keer gebeuren. En ze pleiten ook allemaal. Dat vind ik ook op. Er zit een soort van heel praktisch punt in. Laat de IRS alsjeblieft die belastingvrije status van Scientology ongedaan maken. Want het is gewoon een bedrijf en die nu grossiert in vastgoed. Die mensen gevangen zet. Die mensen
40 cent per uur betaalt als ze 30 uur achter elkaar werken. Die mensen opsluiten, mensen mishandelen. Hier moet iets aan gebeuren. Toen ik de documentaire zag, ik snap nog steeds niet dat je erbij gaat. Ik snap wel dat je erin blijft. Mm-hmm. Ik denk wel dat mensen die deze documentaire zien nooit van hun leven meer zo'n foldertje aannemen. Ik hoop het van harte, ja. Scientology heeft inmiddels pagina grote advertenties geplaatst in alle grote Amerikaanse kranten om de documentaire te bekritiseren. John Travolta heeft gezegd dat hij de documentaire Going Clear niet gaat bekijken. Dinsdagavond om 23 uur als u hem wel gaat bekijken op NPO 2. Floortje Smit in gesprek met Karin Spaink. Een interview met de maker van de film, Alex Gibney, is te lezen op de website van de VPRO. Van